De binnentuin van restaurant Kiewiet is geopend. Geniet aan de Julianastraat in Dedemsvaart van fingerfood, mondvermaakjes, high wine en gerookte specialiteiten. De binnentuin. Culinair genieten voor ieders budget. Ook voor uw feest, jubileum of zelfs relaxed vergaderen. Jongens, het moment is daar, of niet? Maar Ruben, hoeveel weken zijn jullie ermee bezig geweest? We zijn, half juli begonnen, dus ik denk uiteindelijk wel 6 weken. Maar eigenlijk met plakken echt 7 weken. Het moment is daar, de social sofa. Maar wat is de insteek ervan? Van hier in Deensvaart of überhaupt van de social sofa? Nee, gewoon hier, dat hier nou die bank komt te staan. Er was sowieso de bedoeling dat er een plek zou komen voor de jeugd, hier achter de Baron. Ja. Bij de ingang van het jongerencentrum, waar we nu ook staan. En in plaats van een normale job, is eigenlijk vanuit de gemeente dit idee geopperd, zeg maar. Ja. En het hele leuke van de social sofa is dat het, zeg maar, met eigenlijk verschillende partijen wordt vormgegeven en gemaakt ook. En het hele proces is al eigenlijk al hartstikke leuk. Want dat brengt ook de jongeren en de ouderen bij elkaar, zeg maar. Nou, dat is de eerste, hè? Om jong en oud bij elkaar te precies, blijven. Ja. De social sofa zegt eigenlijk zelf, want het moet eigenlijk een plek zijn waar spontane ontmoetingen, zeg maar, kunnen ontstaan. En dat moet hier ook gaan gebeuren, ja. Oké, maar waar die nou staat, daar blijf je op staan. Ja. Ik krijg er al meer vragen over, maar het idee is eigenlijk dat zoals je hier kan zien, is dat je eigenlijk een soort van gedeelte hebt waar de jongeren kunnen hangen. En ze kunnen hier dan fiets in zetten. Dus dat is een beetje een afgebakend ruimte is, zeg maar. Kun je daar rustig gaan zitten? Als je andersom zou staan, zou het voor het aanzicht misschien wel mooi zijn, maar dan zit je weer heel open. En nu heb je het een beetje afgebakend, dus dat is het duidelijk verhaal. Nou, ik ben benieuwd zo. Ja. Ja. U heeft ook meegeholpen met de social sofa? Ja, van de buurtkamer. Of uit de buurtkamer. En vond u het leuk om te doen? Ja. Ik vond het zo mooi en dan ook alleen tien. Hoe ver is het wel? Ja. Nogmaals, goeie avond allemaal. Welkom. Leuk dat er zoveel mensen zijn. Ook een gevarieerd gezelschap. Jong, oud. Eigenlijk ook heel veel mensen die hebben meegeholpen met plakken. En dat vind ik vooral heel erg leuk. Want ook bij plakken was eigenlijk een heel gevarieerd gezelschap. Eigenlijk vanaf, wat zou ik zeggen, een jaartje op 8. Tot, niet eens gaan beledigen, maar nee. Toch wel zeker in de 60 volgens mij waren ze. Dus zo jong en oud hebben meegeholpen. Dat is voorzichtig, Ruben. 80 zelfs hoor ik. Kijk, dat is te goed. 88. Toen vanuit de gemeente het idee werd geopperd om een social sofa hier neer te zetten, moest ik sowieso eerst gaan googlen wat het überhaupt was. En ik dacht, dat vindt een jongen van je leuk. Maar ik heb het in een groep gegooid en eigenlijk werd er gelijk heel erg enthousiast op gereageerd. En dat bleek ook wel tijdens de eerste bijeenkomst die we hierboven hebben gehouden. Waar ook veel jongeren bij waren. Die hebben ook meegedacht en die hebben ook veel input geleverd voor het ontwerp. Zoals die is gemaakt door de kunstenaar, Anton. Ik zal er straks ook wel meer over vertellen. En ik was eerst allemaal een beetje huiverig. Ik denk van ja, vind jongen dat wel leuk en een beetje oudbollig. Maar nee dus. En ik hoop eigenlijk ook dat hij een vaste plek krijgt hier. En dat hier ook spontane ontmoetingen plaatsvinden. Misschien wel spontane relaties, die is altijd zegt. Je bent nooit te oud, zeg ik altijd. Dus je weet wat hier allemaal nog gebeurt. Maar het gaat erom dat we elkaar hier ontmoeten, een ontmoetingsplek vinden. En wat ik ook heel mooi vind, dat in de bank zelf een verhaal zit, hè? Een verhaal van Dedemsvaart. Dat zult u straks allemaal zien, dat ga ik ook niet verklappen. Maar jullie ook zelf allemaal bij zijn geweest om het verhaal vorm te geven. Dus hier staat ook een stuk geschiedenis van Dedemsvaart. Dat vind ik heel erg mooi. En ik denk dat dat ook de kracht is van de bank. En dat er ook toe leidt dat jullie er allemaal heel erg zuinig op zijn. Dus we gaan dat nu doen. En daarna zal Anton een toelichting geven op de social sofa. Zit hij goed? Ja, wel hè? Ja, vind je hem ook mooi? Natuurlijk. Ik heb zelf wel wat plakken. Dus. Jij zo? Ja. Welke deel heeft u geplakt? Dat stukje, dat was niet zo moeilijk. Oh, dat rode, oké. Okay. Oh, dat was niet zo moeilijk. Nee, maar het ziet er goed uit. Ja, en heeft u ook meegeholpen? En wat voor. Zij zitten bommen. Kijk hier. Die heb ik ingeplakt. Mooi. Ja, dat was heel Anton. Ja. Zo net is de social sofa.
onthuld. Maar nou heb jij meegeholpen met ontwerpen. Je bent kunstenaar, hè? Mm-hmm. Ja, en dat heb je samen gedaan met jongeren en met ouderen. Ja, ja. Maar, dat klopt, hè? Ja, ja, de bespreking ervan, van wat moet er op die bank? Ja. Hè? En dat heb je dus gezamenlijk gedaan. Ja. Maar zou je eens bij mij om die bank heen willen lopen en dat eens rustig uitleggen wat er allemaal op staat? Want er staat eigenlijk heel veel op. Ja, dus ja? Hele geschiedenis. Ja, maar ja. Dan gaan we erin maar dichter naartoe. Ja. Dan gaan we erin, ja. We beginnen aan de achterkant. Dat kan. Ja, ja. We beginnen aan de achterkant. We beginnen met de historie. Ja. Alles wat op de bank te zien is, is ingebracht door de mensen op die eerste avond dat we met elkaar spraken over wat moet erop. Ja. En ik ben naar huis gegaan met 17 steekwoorden. Ja. Van Kalkoven, Baron van Dedem, de muziek, jongerencultuur, verbinding, jong en oud. Heel veel. Nou, heel veel van dat soort dingen. Ja. En in totaal dus 17 woorden. Ja. En, nou ja, dan ga je tekenen en je hebt alleen maar een platte kale bank voor je liggen, tekeningetje. Ja. En dan moet je op gaan ontwerpen. Ik dacht, ik begin met de delingsvaart. Ik laat als het ware de bank, laat het helemaal omringen door de delingsvaart, dus de onderste ring, het blauw, dat stelt de delingsvaart voor. En de delingsvaart heeft er onder andere voor gezorgd dat de delingsvaart geworden is wat het is. Ja, 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 dat klopt. Ja, maar die, was, ja, die, die heeft voor de ontsluiting gezorgd. En dat voor scheepvaart, er zijn, is zelfs een scheepwerf hier geweest. Nou, en dus die vind je rondom. Rondom de bank. Rondom de bank. En daarnaast was dit een gebied waar hoofdzakelijk turf gewonnen werd. En die turfjes, die heb ik in die zwarte steentjes, die ook helemaal rondom de bank lopen, heb ik die door de delingsvaart gesitueerd. Ja, oké. Okay, ja? Okay. Ja, 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 ja. Nou, aan de zijkant, de jongeren... Dan gaan we eens in naar de zijkant. Ja, de jongeren die vroegen, die wilden graag dat de baron ook op de bank geëerd zou worden. Ja, ja. En nou staat er hier een monument van de baron. En dat is een zuil met een engel erop en een plaquette. Ja. En ik had dat bekeken. Ik denk, daar kan ik niks mee voor de bank. Het is veel te groot. Ja. Maar ik snapte ook niet goed wat die engel zozeer met die bazuin met Baron van Dedem te maken had. Dat snap ik zelf ook niet. Dus ik heb een portret van hem gevonden. Ja. Dat zal waarschijnlijk een gravure zijn op internet uiteraard. Okay. En er zijn ook nog heel veel levende familieleden trouwens nu. Van die Baron die van Dedems, dat is een grote familie. Ja. Maar in elk geval, hij heeft rond 1840, 1850 heeft hij ervoor gezorgd dat het kanaal gegraven werd. Ja. En heeft dus een heel belangrijk stempel op Dedemsvaart gedrukt. Dus vandaar maar ook dat dus op deze bank? Maar ook op deze bank, want de hele zijkant is aan hem gewijd en ook het gebouw waar we voor staan. Ja. Hè? Ja. Dus vandaar de waarom. Er zijn verschillende thema's in verwerkt die jongeren aangevoerd hebben. Onder andere het thema sport. Ja. Ik vond die ronding van de bank een hele mooie om daar voetbal in te situeren. Ja, 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 ja. Vrienden als familie, dat is echt een tekst die van hun komt. Die de jongeren bedacht? Die de jongeren bedacht en die wilden ze heel graag groot achter in de bank hebben. Ja. En zo voelt het ook voor hun, dat ze met elkaar zijn. Nou, de muziek, jeugdcultuur, dat is sowieso wel duidelijk. Hè? Muzieknoten die daar uiteraard ook bij horen. Dit komt zowel het hart, de twee handen die samen een hart vormen. Ja, ja. Symboliseert dan de saamhorigheid, het samengaan van jong en oud, het samengaan van verschillende culturen. Ja. In elk geval de gemeenschapszin, ja, ja. Het sociale aspect wat er aan de bank zit. Zowel nu die klaar is om op te zitten en met elkaar te praten als
toen we maakten, waar heel veel mensen aan meegewerkt hebben. En met elkaar in gesprek kwamen die normaal niet met elkaar praten. Oké, ja. Dat is de gedachte. Ja, dat is de gedachte. Nou, ja. Dan hebben we nog hiervoor het logo van Chill Out natuurlijk. Wat ze er ook heel graag op wilden hebben. De zon dat spreekt voor zich, hè. Dat hart met die zon, de warmte. En de vlammen in het midden, die symboliseren de warmte die de turf gaf. Ja. En die aan heel veel gezinnen hier een dikke of een dunnere boterham bezorgden. En het vuur wat ons allen warm houdt. Ja. Nou, en dat is ook een stukje heilig vuur. Dus dat is het verhaal van de bank? Dat is het verhaal van de bank. Mooi gedaan. Ja? En mooi verteld. Nou. Bedankt. Graag gedaan. Ja. Oké. Okay.